niet hangen. Kan ik eigenlijk weinig zeg? Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben bijna klaar om naar mijn werk te gaan. Ik moet me nog even opmaken. Maar ik wil jullie even wat vertellen, want ik heb deze week een superleuke samenwerking in de vlog. Dus met een heel leuk merk. En het grappige is dat ik heel veel van mijn YouTube vriendinnen of YouTube kennissen ook heb gezien met dit merk. En dat ik er zo benieuwd naar was geworden dat ik eigenlijk op punt stond om het zelf aan te gaan schaffen. Het is namelijk met Wild. En Wild is, misschien ken je ze wel, zijn bekend van onder andere deze super gave, maar vooral milieuvriendelijke deodorant. En vooral het idee ook erachter, zal ik zo vertellen. En hoe het werkt en zo. Ik heb dus eigenlijk bijna nooit last van een zweetlucht. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik al jarenlang een deo gebruik uit Amerika. Die super slecht is voor het milieu. Maar ook vol met aluminium en alleen maar troep. En die is op. En ik was dus op zoek naar een nieuw deo. Dus ik stond op het punt om dit te gaan bestellen. En echt een paar dagen later krijg ik een berichtje van Wild dat ze samenwerking willen aangaan. Dus dat vind ik echt onwijs leuk. Ik heb nu een paar weken deze deo in huis en dus ook een paar weken gebruikt. Want zij zeggen ook echt, ik wil dat je het eerst test en dan pas bepaalt of je met ons wil samenwerken. Dus dat vind ik zo fijn, want zo ben ik zelf ook. En ik heb hem heel erg veel gebruikt de afgelopen weken. Elke dag natuurlijk, gewoon in de ochtend. En het leuke vind ik dat ze hebben ook douchegel. Die heb ik nog niet getest, maar die heb ik hier in een doosje. Ook helemaal met navulbaar en goed voor het milieu. En ze hebben shampoo bar. Nou, dat is misschien, dat ken je al, misschien ook van andere merken. En ze hebben ook mini deo's. Dus ik dacht, oeh, leuk mini deo. Maar je hebt ze niet nodig. Want als ik dit 's ochtends opdoe, ik heb het oprecht elke dag gebruikt. Logisch, want deo doe ik elke ochtend op. Het smeert super lekker. Het smelt een beetje op je huid. En dan smeert het heel goed uit. En is het ook gewoon nul plakkerig, wat dan ook. Ik heb nul keer naar zweet geroken. En als je het weet, nou ja, ik sta voor de klas. Dat is ook best wel veel intensiviteit en zo. Beweging, druk, emoties, zweet af en toe. Maar ook mijn verhuizing natuurlijk en het klussen. En ik heb nooit meer last. Ik had het dus al niet, maar ik gebruikte een hele slechte deo. En hierbij ook niet. Kijk, nu heb ik het eruit. Je draait hem helemaal omhoog en dan kies je degene die je wilt bijvullen. Zo. Dan heb je dus gewoon een stuk deo in een kartonnetje. Echt super milieuvriendelijk. Als je hem dan dus wil bijvullen, zet je een nieuwe er zo op. Kijk, hier zit dus een inkepingetje. Tadaa. En dan maakt niet uit welke kant. Nee, maakt niet uit. Klik je die knopjes erin. Tjak. En dan heb je dus een nieuw geurtje. En dan draai je. Tadaa. Oh, deze is ook wel lekker. Cherry blossom. Ik krijg dus ook nog de vanille. En iets met peer opgestuurd. En die lijken me heel lekker. En dan heb ik hier dus mijn oude deo'tje weer ingedaan. Die kan je ook weer bewaren. Dan kan je dus ook afwisselen met geurtjes. Ja, voor mij hoeft dat niet per se. Maar dat kan dus wel. En nou ja, helemaal ready. Je kunt natuurlijk ook altijd opzoeken hoe het werkt. Maar het is heel erg makkelijk als je het leuk vindt. Hier sowieso een QR-code. Mocht je Wild ook willen proberen, heb je 20% korting via mijn code. Ik heb het dus echt nu lang uitgetest. Nul keer zweetlucht. En dat vind ik zelf belangrijk. Maar daarnaast is dit dus van aluminium. Is het aangedreven door planten. Gebruiken ze geen aluminiumzouten of parabenen. En geen sulfaten. En al hun producten zijn gecertificeerd cruelty-free en veganistisch. Dus dat is zo ontzettend belangrijk. En dan heb je ook nog eens dus niet dat je in hoeft te leveren op ja, zweetlucht. Want ik heb zoveel geld uitgegeven aan deo's in de supermarkt. Die dus goed zijn voor het milieu, voor de dieren. Geen slechte troep bevatten. En dan stonk ik oprecht naar zweet gewoon. Dus ik ben heel erg blij dat dit dus echt werkt en dat ik samenwerking heb. Check eventjes mijn kortingscode in de beschrijving als je ook benieuwd bent. Het ziet er ook nog eens te gek uit. Werkt heel erg goed. Ik ben enthousiast en dan ga ik nu naar mijn werk eerst even opmaken. Oh, en elke keer dat je dus dit navult, bespaar je 30 gram plastic. Amazing, want er gaan best wat van dit soort dingetjes natuurlijk doorheen normaal, dus dit is top. Oh, en ook nog eventjes wel leuk om te weten, elke keer dat je bij Wild iets koopt, help je dus het wilde woud groeien, omdat ze samenwerking hebben met On a Mission. Dus alles aan dit bedrijf is super. Voor jezelf super, voor de wereld super. Top. Dus, Oké, bye. Ik heb mijn regenjas van Adidas aan die ik bij TK Maxx had gekocht. Ik vind het zo leuk. Kijk hoe roze ik ben. Ik heb hem gewoon over mijn andere jas. Echt een top ding. Juist omdat hij te groot is. Deze was dus van de mannenafdeling. Juist omdat hij te groot is, kan hij overal overheen. Maar ik ben vandaag sowieso weer helemaal in het roze gekleed. Dus I love it. Je wordt je toch blij van. Warm hier? Dit is toch leuk, jongens?
I love it. Het is ook soms met filmen, denk ik, het raam open, het kiepraam. En dan ging aan, zeg maar, zo kiep als kant, dan ging die er helemaal uit. Dus de directrice is het gelukt om hem weer terug te duwen. Ik schrok me dood. Het ding waait kaars open. Ik denk, oh my god, hoe ga ik lesgeven vandaag? Maar goed, mijn eten. Dit heb ik voor beide dagen. Tomaatjes voor beide dagen. Wortels voor beide dagen. Avocado voor beide dagen. Wat fruit. Ik heb gewoon random wat gedaan. Brood voor beide dagen. Dit voor vandaag en dit voor vandaag. En een matcha. Groen en roze. We hebben de oudersgesprekken weer gehad. Ik heb helemaal niets ge... Dat is er. Wat? Ik heb wel niet zo raar. Ik heb niets gevlogd vandaag. Ik had er gewoon even niet veel zin in. Het was gewoon een lekkere dag. Ben jij klein? Hallo. Hi. Leuk was het, hè, Eline, de oudergesprekken. Ja, heel fijn. Ik krijg er echt energie van die ouders. Ja, dat is het grappige. Mama is dus niet gevoelig, zeg maar, voor prikkels en energie. Dus ik ben na een dag met kinderen kapot. En mama gaat vol energie naar huis. En mama, ik ben nooit moe. Maar wel voldaan ben ik gewoon, maar daarna ben ik gewoon moe. Ja, ik pak gewoon altijd alle prikkels en energieën van iedereen op. Oh, dat is echt heel awkward dat we hier bezig zijn. Maar het was leuk om samen te horen wat ouders zeggen. Want vier oren horen meer dan twee oren. Ja. Twee horen meer dan één. Ja. En leuke manier om deze manier kennis te maken met de ouders. Omdat heel leuk. Jou, iedereen natuurlijk wel nieuw was. Ja. Toch? Normaal kook papa op maandag, maar nu moest hij weg voor werk. Dus ik heb even snel vetapasta gemaakt. Ideaal. Heel snel trouwens, hè? Het is alleen dat je er even bij moet blijven, maar eigenlijk hoef je geen reet te doen. Het is zo makkelijk gerecht. Dit ga ik elke week maken. Lekker. Ja, ik het wel. Samen op de bank. Ik kijk nooit tv. Dat heb ik nooit. We hebben echt een mega bord. Yummy. Nee, dat kan niet. Hoi Poesie-miauw. Hoi. Goedemorgen jongens. Ik doe even mascara op. Ik was lekker aan het editen vanochtend. En daardoor had ik eventjes nu geen tijd om me op te maken. Editen voor je werk. Had ik verteld dat mijn vloer nu wordt gedaan? Mijn vloer wordt al de hele tijd gedaan. Maar nu is dus het moment dat ik erbij moet zijn eventjes. Om dus te zeggen hoe ik de vleugjes wil hebben. Omdat ik dus een gemêleerd effect wil. En ik vind het echt spannend, want ik had zelfs een droom erover. Dus ik merk dat ik het spannend vind. Ik merk het ook aan mijn darmen. dat soort dingen vind ik dan dus spannend. Omdat je natuurlijk, ja, je moet zeggen hoe je het wil. Maar het is niet zo dat je hier ervaring mee hebt of zo. Dus ja, dan vind ik het dus spannend. Want ik dan denk van, oh, straks zeg ik te veel vleugen. En dan zie ik het en vind ik het niet mooi. Of... Ik ben gewoon altijd best wel bang, had ik ook vroeger met de kapper, weet je wel. Dat je het dus niet goed aangeeft of dat je dus niet goed zegt wat je wil. Ik weet heel goed in het leven wat ik wil over de dingen waar ik wat van af weet. Maar ik weet natuurlijk, snap je? Dat vind ik gewoon spannend. Dus hopelijk maak ik de goede keuze met wat ik mooi vind. Want ja, hoe weet je het nou? Dus mijn moeder is eventjes naar school. Die neemt het eerste half uurtje over. En ik kom daarna. Dus dat is super fijn aan onze samenwerking. Dus sowieso is er wat met mijn huid. Ik heb er nu een beetje make-up op gedaan, maar ik zit echt helemaal onder weer. Nu niet alleen hier, maar ook hier. Mijn haar is ook niet helemaal fit of zo. Dus ik merk gewoon dat ik niet helemaal fit ben. Maar dat zal vast wel komen door stress, drukte, weinig slaap, heel slecht slaap vannacht. Maar ik heb gewoon heel veel zin in deze week. Maar het is ook logisch, iets te verklaren. Ik ben gewoon een beetje moe. But it's okay. Ik ga nu met mijn camera en mijn telefoon en mijn huissleutel. Ja. En dan ga ik het ook even voor jullie filmen. Spannend. Kijk, ik vermoed dat dit bij mij hoort. Lekker lui met de lips. Ah! Oh, ik kan niet wachten tot ik weer wat frisser uitzie. Maar goed. Zo. Ik vind het echt spannend, merk ik. Dat ik ging er helemaal over dromen. Want ik ben bang dat ik het verkeerd zeg. Want hij wil ook weer niet te druk. Maar ik weet in mijn vorige huis dat ik te weinig vleugjes uiteindelijk gedaan. Dan had ik toch spijt. Ja. Het is hier zo klein dat het natuurlijk bijna overal komt een meubel op te staan. Dus ja, dus je ziet het niet zo. Het mag ook wel wat drukker. Toch? Ja. En ik kan het altijd nog rustiger maken. Ik kan het niet drukker maken. Ja. Het is eigenlijk zo, hoe vaak ik, het ligt daar al klein, maar hoe vaak ik met dat spaantje over het materiaal ga, hoe rustiger het wordt. Ja. Dus als je juist wat drukker wilt in het begin en je zegt, ik
vind hem toch net iets druk. Dan kan ik nog één keer met het spijzen eraf en dan word je rustiger. Dus. Precies, maar ik zeg gewoon het begin en daarna pak je het, ga je gewoon zo. Ik moet toch niet er helemaal bij blijven? Nee. Ik doe in het begin eerst even bij de warmtepomp daar zo. Oh, ja. En dan doe ik het stukje van de woonkamer en dan daar kun je het best even bij, precies. Want dan heb je het licht van buiten. Ja, dus. Precies. Oké, spannend. Ik ga er even eentje mengen. Ja, zal ik daar vast heen lopen? Ja, pas op waar je loopt hoor. Het is nog niks, het is nog vies, maar top. Dit is ook wel cool. Wat zit er nu op dan? Dat is een epoxylaag. Maar het is niet nat? Nee, het lijkt. Ja. Het lijkt alsof ik op water loop. Nee, het is allemaal echt loop. Dus ik heb ook wel lopen. Cool. Het is ook wel een goede testplek, want hier zie je. Ja, hier had niet eens een gietvloer gehoeven, maar ik dacht het is toch mooi om het door te trekken. Het ziet er wel satisfying uit. Ja. Volgens mij is het wel een satisfying beroep. Ja. Ja, je hebt een goede steekwagen, die wil ik ook wel voor mijn verhuizing. Het zal wel duur zijn. Ja, dat is wel top om het zo. Zo. Kijk, want hier is dus kunstlicht. Dus ja, hier kan je het bijna nu niet zien. Het is ook wel zo donker buiten. Als je heel goed kijkt, zie je een licht vleugje. Maar hier ga ik het niet rustiger maken of zo. Dit is inderdaad echt een wave. Dat vind ik wel tof. Ja. Ja, cool. En ik krijg ook zo'n tafel die ook zo'n organische vorm heeft. Dus ik hou er wel van. Kijk, jongens, zien jullie? Hij doet nu met zijn arm zo. Oei. Extra training. Ja, wel gaaf. En ik denk inderdaad echt omdat er komt een tafel, een bank, een kookeiland. Ik denk dat er zoveel meubels op komen dat het best wel wat drukker mag. Sommigen zeiden juist weer, dan moet je juist niet druk doen, want het is al zo klein, maar... Ja, anders dan kom je er ook gauw van achter, toch? Ja. Maar dan kan je niet meer veranderen. Nee, misschien gaan we ook nog iets. Oh ja. Nou heb je ook niet echt veel ruimte om iets te veranderen hoor, qua meubels. Zo kun je het al beter zien. Ja. En dan moet ik inderdaad ook nog bijzeggen dat dus als die morgen afgelakt, ja. Dan gaat dus de glans van, die er nu op zit, mm-hmm. Die gaat dus af. Ja. En dan wordt hij eigenlijk nog weer net ietsjes drukker. Ik vind het spannend, want ik vind het mooi, maar iedereen zegt tegen mij dat dit te druk is. Jij hebt het uit. Ja. Ja, het is lastig op beeld te krijgen. Maar je ziet inderdaad echt allemaal vleugels. Ja, ik vind het wel gaaf. Als je inbeeldt dat het straks helemaal vol staat hier. En dat het dezelfde richting op gaat, vind ik dan het ook weer minder druk maken. Maar wat denk jij dat dit te druk is wat ik nu dan doe? Weet je, het hangt ook heel erg af van wat je inderdaad dus later nog voor meubels of zo erop gaat zetten. Nou ja, weet je, het is zo klein. Er komt hier een bank, hier komt nog een kookeiland, daar komt een grote eettafel. Dus het staat best wel snel vol. Ja. Ja, ik bedoel ook meer qua... of dat je tafel bijvoorbeeld, of dat het gewoon een F-kleur is, of dat daar ook een bergje of zo in zit. Oh, dat wordt zo'n beton, zo'n witte betontafel, maar dan wel met een wolkenvorm. Dus dat is ook best wel druk. Ja, dan zou ik hem ook niet heel veel drukker doen dan dit. Nee, het hoeft sowieso niet drukker. Maar denk je niet dat het te druk is? Ik denk het niet. Ik weet niet, ik vind het ook bij een gietvloer zonde om hem helemaal egaal te maken. Dan denk ik, dan kan je net zo goed zo'n zeil in je kamer leggen. Ja. Bij wijze van spreken dan, hè? Nee, ik denk dat we het gewoon zo moeten doen. Dan gaan we het gewoon zo doen. Organisch. Oké, nou dan zal ik je nu al met rust laten. Nou, zo werken ze. Mijn moeder staat nu voor de klas, dat is het fijne, we werken samen. Oh, nee. Dat was leuk en spannend. Ik ga toch wel voor druk en het is echt die mooie wave die ik precies bedoel. Dus, en niet dit. Zij luisterde echt heel goed naar wat ik bedoelde. Daar hou ik van als je iets zegt en iemand snapt wat je bedoelt. Dus dat is fijn. En nu ga ik lekker naar de klant. Ben ik er 9:05 of zo. Dus dan hebben ze 10:30. Ja, klein half uurtje met juf Eline gehad. Maar fijn, leuk, spannend. Ja, weet je, sommigen zeggen in een kleine ruimte wordt het juist te snel druk. Dus moet je de vloer rustig houden. En ik heb juist weer iets van, er komen zoveel meubels op. Dat... Ja, toch niet echt ziet aan de andere kant als er heel veel meubels op staan. En uit elk meubel komt een andere vleugel. Is het wel weer druk. Maar ik neem liever het risico. Want in ons oude huis had ik het toch wel leuk gewoon als er iets meer vleugjes in hadden gezeten. Zo, hij kijkt echt niet waar hij vandaan komt. Ik baal wel dat ik me zo... Ken je dat als je moeig bent dat je ook viezig voelt? Bro, je hebt je haar gewassen, je hebt gedoucht. Maar je voelt... Je huid is niet helemaal fit. Je ogen zijn niet fit. Mijn wimpers zijn helemaal... Dan doe ik mascara op en mijn wimpers lijken wel de helft van wat ze zijn qua lengte. Want je haar werkt niet mee en... Dat je gewoon een beetje vies voelt. Dat je er make-up op doet. Dat je denkt, gadver, dat voelt eigenlijk ook vies.
koffietjes. Nu ben ik naar de klas. Dan ben ik er iets over 8:30. En de dag duurt maar tot 12:30. En dan oudergesprekken. Maar ik heb er maar 1 of heel misschien 2. Want dat is een ouder die nog een gesprekje wilde. En ik wil het eigenlijk ook weer niet te laat maken. Ik ben vorige week natuurlijk 2 keer extra gekomen voor die oudergesprekken. En denk ik, ja, ik heb geen zin om het deze week steeds 6:30 te maken. Dat hoeft ook niet. Dus ja, dan als die vloer hard is donderdag, dan kunnen ze eindelijk die stopcontacten gaan regelen. Ik bedenk me nu wel dat ik naar Lotte ga donderdag. En hij heeft natuurlijk geen sleutel. Daar moet ik ook even over nadenken. En dan zijn de klusjesmannen weg. En dan kan ik gewoon zelf lekker. Dus daar heb ik heel veel zin in. Hola, ik ben hard aan de slag met klasmanagement dingetjes. Ik ben nu allemaal dikke duimenkaarten aan het printen. Die ga ik lamineren. Omdat ik bij sommige iets heb van, ja, we moeten maar aan de dikke duimenkaarten. Beloningssysteem. Dit is wel echt een tip, deze site. dikkeduimenkaarten.jimdofree.com. Dan heb je ze ook meteen echt groot en zo. Deze zijn echt top. Bord weer maken. Mocht iemand het boeiend vinden, ja, ik moest wat dingen veranderen in het keuzebord. Dus ik heb hier dat ze zelf aan de slag kunnen met meten. Gewoon lekker in de klasboek blijven schrijven wat je allemaal hebt gevonden. Veilig gespeld, kliklakboekje, letters oefenen met schrijfletters. Allemaal spelletjes. Leesouder, letterkwartet. Ik leer optellen. Kinderen die werk af moeten maken. Nog een spelletje. 2 mogen gewoon zelf een spelletje. Je houdt ook bij, zeg maar, hoe vaak je dat in de week hebt gedaan. Dus dit kan je dan 1 keer kiezen. Flitsen, maatjes lezen. Rekenspelletjes, instructie van de juf. En op de Chromebook. Dat is wat gestructureerder dan hoe we het eerst hadden. Dit is het digikeuzebord. En een hele stapel met dikke duimenkaarten. Want ja, die gaan heel snel vol als je per dag een beloning doet. Dat met een aantal kinderen wat toch wel nodig hebben. Dus ik heb hier allemaal leuke. Ik ga ze niet lamineren. Dat vind ik echt zonde voor als je het maar een weekje gebruikt. Allemaal dikke duimenkaarten. En wat werkboekjes. Want ik vind toch dat ze vaak, als ze klaar zijn, is het vaak lezen. Toch wel leuk om even wat andere dingen ook een beetje te doen. Dus denk ik van juf Bijtje. Ik weet het even niet. En wat leesoefening dingetjes. Deze is eigenlijk handiger voor thuis. Maar ik dacht, ook wel leuk om als ze dit een beetje zelf kunnen gaan doen of zo met een zandloper of wat dan ook. Maar dit is nog, ik weet nog niet precies waarvoor, maar vastgemaakt. Ik dacht het is handig om wat te hebben, maar dit is vooral gewoon een handig boekie. Zo, dit ook nog. Push me, heb je ook de eenden gezien? Oh, gaat ze dan wegjagen? Nee, je moet ze niet, want ik vind het wel leuk als ze bij ons in de buurt een lesje komen. Ik wil ook eentjes. Maar ik wil bij de eentjes kijken, maar Push me, mag niet. Nee, maar zij gaan, je maakt ze nu juist bang. Niet, ik wil gewoon even met ze chillen. Ze maken wel echt de meest vreselijke poep uit. Maar ik hou van eenden. Kijk wat Poesje mag. Ik wil naar buiten. Ja, ga maar naar buiten. Kijk maar wat er gebeurt. Nee, Poesje met jou mag niet. Jawel, ze doet het. Ze doet het. Nou? Nee, ze gaat niet blijven. Oh nee, zielig. En nu zijn ze weg. Poesje met jou deed helemaal niet. Poesje met jou, zag je nog een beetje de eendjes? De eendjes hadden we ingehuurd voor jou, zodat je kon spelen. Speciaal voor jou. Ik ga even cadeautjes voor Lotte inpakken. Kijk, deze mega schattige laarsjes in maat 20 heb ik gekocht bij de Hema. Die past Bobby natuurlijk nog lang niet, maar dit is volgens mij de eerste maat. En dit vond ik gewoon heel schattig, omdat het bijna paas is. En roze. Eerste eierdoppie. Deze had ik al heel lang geleden gekocht. Dat vond ik gewoon heel leuk, omdat ik weet dat kinderen dit fantastisch vinden. Kaleidoscoop. Ook voor later, maar omdat Lotte natuurlijk vlogt, vond ik dat heel erg leuk. En schattige sokjes. Dit vond ik echt iets voor haar, die kleuren. Dit vond ik gewoon echt heel schattig meisjesachtig. En dit vond ik juist weer leuk neutraal, omdat ze ook niet alleen maar echt meisjesachtig willen. Dit is ook een, gewoon een opvulling. Wij geven elkaar altijd tasjes met schattige opvullingen. Vond ik zo cute. Van, ja, babytje, maar nu een paasthema. Dit ga ik ook nog in het tasje doen, maar ik heb nog geen tasje. Maar ik heb nog een dag om het op te vullen. Dit had ik ook random laatst gekocht. Een watermeloen olie voor erbij. Dit, ja, dat doen we altijd een beetje van die snackjes. En deze. En deze heb ik net gekocht. Omdat ik weet dat dit gewoon een leuk ontspanningsmomentje is voor jezelf. En ze gek is op zoete dingetjes. En dat was het. Dus een beetje een combi van. Dit zijn eigenlijk een beetje de hoofdcadeautjes. Dit is een beetje handig. En de rest is een beetje opvulling. Nee, dit is ook wel echt het cadeautje. Voor haar echt. Voor haarzelf. En dit vindt ze heel lekker. Dus ik ga het even inpakken in dit papier. Wauw, lekker. Good morning. Oh, mooie haarclip. Ik heb gisteren heel veel dingen rondom ouders geregeld. Dus mailtjes gestuurd. Ouders
gesprekken, dingen. Echt anderhalf uur bezig geweest met één mail naar ouders waar ik mee zat. Ik denk, ik moet dit eventjes gewoon op de mail zetten. Een extra gesprek aangevraagd. Allerlei dingen genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Wat ik toch een beetje miste. Best wel druk bezig geweest eigenlijk tot ik naar bed ging. Vanochtend ook nog met mailtjes en dingetjes en werk. En nu is het 11:30. Ik ga even 2 eitjes eten. Ben ik aan het koken. En dan ga ik dus naar mijn vriendinnetje Linda. Die ik dus laatst voor het eerst na 5-6 jaar weer heb gezien. Ik ga nu bij haar lunchen. Ze had mij nu uitgenodigd om te komen lunchen. Super gezellig. En verder ja, ga ik daarna sporten. En dat is de planning. En vandaag wordt mijn vloer dus mat gelakt. En dan is hij klaar. En morgen kan ik er op sokken op. Morgen gaan we hopelijk de stopcontacten en zo regelen. En dan is het bijna zaterdag. Daar heb ik super veel zin in. Dan gaan we dus echt de meubels in elkaar zetten. En dan wordt het steeds echter. Dus. Wow, cute! Dit is zo schattig, cutie. Hallo! Dit is toch te schattig, een kat in een boom. Oh my god. Het is echt een hele lage boom hoor. Wat cute. Lekker lunchie. Zo, en inmiddels is het alweer bijna 5:30. Ik ben er echt van 12 tot 5 geweest. Het was onwijs gezellig. En ja, ik heb niet gevlogd, want zij houdt gewoon niet van op internet. En dan vind ik het ook niet nodig. Ik heb genoeg content voor jullie. We zijn zelfs eventjes met mijn auto naar Amsterdam gereden. Vet duur in die bijenkorf. Bij de bijenkorf in de garage gestaan om eventjes naar de TK Maxx en de Primark te gaan. Maar voor de Primark hadden we niet zoveel tijd meer. Want ik kom maar 2 uur, zeg maar. Om de 2 uur moet je schijf veranderen in die, met je blauwe schijf. Dus we moesten weer terug. Maar ik heb wel echt wat leuke dingetjes gekocht. Namelijk deze slippers. Ik vind ze eigenlijk te duur. Maar ik was meteen verliefd. En ik zag ze niet in mijn maat. En toen zag Lin ze dus wel in mijn maat. In 41. Ik vond ze echt helemaal mij. Geweldig. Dus ik kon ze niet laten liggen. En ik twijfel nog een beetje. Als ze toch niet lekker zitten, ga ik ze terugbrengen. Maar ik vond ze zo leuk staan. Dit zijn van die beetje chunky. Ergens denk je, oh, sandaal. Oudbollig, maar het juist heel hip. Van die koele slippers van Birkenstock. Timberland. En ik twijfel een beetje, omdat ik niet zeker weet of ik dit lekker vind zitten. Maar ze waren €30. En ik vond ze heel leuk. Dus ik denk, ik neem ze mee. En ik kom er toch vaak genoeg. Ik kan ze eventueel altijd nog terugbrengen. Maar ik ben heel blij dat ik ze wel heb meegenomen. En dan nog een heel schattig babykaartje. Die ik gewoon heel leuk vond voor mijn collectie. En dit hele schattige pakje vanwege dit broekje. Het was €15, dus helemaal niet heel goedkoop. Maar ik vond dit broekje zo fantastisch. Dit flared broekje. Dat ik het dus moest kopen. Aangezien ik allemaal vriendinnen met baby's inmiddels heb. Dus ik kon het niet laten liggen. En we hebben ook even bij de sieraden gekeken waar ik normaal voorbij loop. Ze hebben onwijs leuke sieraden. En daar heb ik dus 3 hele leuke dingetjes gekocht. Ook niet goedkoop hoor. Deze was €15. Ik twijfelde een beetje over deze. Maar het is helemaal mij. Dit is ook heel leuk om aan een moeder te geven trouwens. Omdat het over tieten gaat. Goldplated ketting. Maar dit is zo eentje met borsten erop. En ik vind dat echt heel erg leuk. Dus breast girl in town. Ja, het is natuurlijk heel leuk om cadeau te geven. Maar hij is lekker voor mezelf. En ik wilde dit al een langere tijd. Dus heb je ook bij Lucardi. 14 karaat goud plated. En water resistant van die hartjes. Gewoon heel handig om te hebben. Die waren €10 en deze was ook €15. En dit wil ik ook al best lang. Het is zo'n ketting met een smiley. Zelfs als die borsten, zeg maar. Goldbladed. Dit vind ik gewoon onwijs leuk. Dus dat is wat ik heb gekocht. Ik had nog een cadeautasje nodig voor de cadeautjes van Lotte. Maar ik kon niks leuks vinden. Dus dan heb ik uiteindelijk maar gewoon dit tasje. Niet echt een cadeautas, maar zo'n... Ik dacht, nou, dan gaat het maar hierin, want ik heb niks anders. En een soort Bolly Lilo mixje staat er ook op. Dan kan ik haar cadeautjes hierin doen. En ik moet zeggen dat ik nu een beetje moe ben. Totaal geen zin heb om te sporten. Maar ik ga wel. Alleen ik moet me dus nog omkleden. Dat is irritant. Bye. Jongens, het is weer zover. Ik ben mijn autosleutel kwijt in mijn auto. Ik heb echt overal gezocht. Echt, ik heb mijn tas al. Daar gaan we weer. Ik voel me niet zo moe. Gaan we weer. Ik heb nu overal gezocht. Wat moet je dan nog doen? Good morning. Ik heb een beetje kort geslapen. Maar de zon schijnt, dus dat maakt alles goed. Hi. Ik ga nu naar mijn huis, want de man van het stukken door een schildersbedrijf komt
om al die stopcontacten en zo te checken, zodat hij dat kan gaan kopen. En dan kan ik natuurlijk ook gaan zien hoe mijn vloer is. En dan ga ik nog even naar huis, mijn haar doen. Ik heb het gewassen. En dan lekker richting Den Bosch. Ik kom net mijn huis binnen. Ja, ik kan niet zo goed filmen, want het is heel donker, maar het is heel mooi. Hoe ga ik dit laten zien? Je ziet het wel. Ja, kijk, zie je de vleugel en zo? Het is echt prachtig. Zo glad. Oh my god. Het is echt heel erg mooi. Hier zitten dus geen plinten, die zaten er al niet. Hier komt toch een bed en daar komt een kast. Maar prachtig is het. Je mag er dus nu alleen op sokkel. Het is zo glad. Het is gladder dan wat wij in Zoetermeer hadden. Kijk. Wauwie. Heel veel patronen zitten erin. Ik weet niet of het op beeld overkomt. Ik heb wel mijn goede camera. Ja, je ziet het. Heel veel vleugen en zo. Ja, ik vind dat wel echt tof. Weet je, egaal is ook mooi, maar dit vind ik toch wel eventjes wat spannender. I love it. Zien jullie het? Laat even weten of jullie het zien. Cool, hè? Heel mooi. Right, de mannen zijn weg. Ze waren met de twee eigenaren, zeg maar, twee van de drie. En de schilder, dus dat is echt super fijn. Ze hebben alles opgeschreven van alle dingen die ontbreken. Dat gaan ze allemaal kopen, ook gewoon hetzelfde merk als ik had. Dus dat is heel fijn. Ze waren super aardig en... Dan komen ze dinsdag, als ik op mijn werk ben, eventjes afleveren en gaan ze ook wat laatste schilderdingetjes nog eventjes fixen. En dat is super fijn. Nu ga ik denk ik weer eventjes naar huis. Even klaarmaken en lekker richting Den Bosch. Het voordeel van een vrouw zijn en dat bezorgers vaak bepaalde type mannen zijn, is dat ik dan toch voor elkaar heb gekregen dat hij me eventjes heeft geholpen naar boven tillen. Het is trouwens gelukt, allemaal gelukkig. Perfect, ik ben nu 10:50 in Den Bosch. Als ik nu ga rijden, zeg maar. Maar ik moet nog even make-uppen en langs tankjes om te tanken en matcha te halen en zo. Dus perfect op tijd. Lotje is heel moe, ze heeft een hele slechte nacht gehad, maar ze wil wel heel graag dat ik kom. Ik zei, ik hoef niet te komen, hè. Of ik kom desnoods alleen eventjes 10 minuten, het boeit me echt niet. Weet je, ik ben vrij, het is zo lekker weer, het maakt me allemaal niet uit. Maar ik wilde daarvoor Den Bosch in en dat is dus nu niet gelukt omdat ik natuurlijk op dat meubel zat te wachten. Maar ik ben wel heel blij dat ik daar op heb gewacht. Want nu weet ik gewoon dat het allemaal goed is gegaan, dat het in mijn huis staat. Perfect, alleen we hadden hem dus net tot voor de deur. We hadden hem in de steekwagen in de lift gezet en toen het laatste stukje samen getild. Dat was echt zo zwaar. Ik zei, I paid 40 euro for this. I have to carry it myself. How can I do... Oeh, dat deed ik. How can I do it? En toen heeft hij me dus geholpen. Hetzelfde verhaal als met die deur. Ja. Maar toen dacht ik echt, waarom heb ik hem nou net voor de deur gezet en hebben we hem niet even naar binnen getild? Want ik heb echt het helemaal moeten omrollen om hem naar binnen te krijgen. Dat is loodzwaar die dingen. Dus mijn spiegelkast en mijn wastafelmeubel. Had ik bij de Paxis besteld met 30% korting. En al in elkaar gezet. Dus dat is veel chiller dan Ikea en dat gebied. Want het ook nog eens goedkoper is. Ik doe mijn jas uit, want het is echt bloedheet. En dan ga ik lekker rijden. En dan Lotte zei, als het lukt met de voeding en zo, kunnen we misschien even wandelen. Nou, daar ben ik sowieso voor in. Dat vind ik echt oprecht zo fijn. Ik weet, wij houden allebei zo erg van lekker naar buiten. En dan kan ik misschien de hondjes doen. Nou, helemaal zin in. En ik zei ook, als je te moe bent, ga ik gewoon weer weg. Weet je, het maakt me echt niet uit. Ik ben in die zin veel makkelijker geworden met dingen. En ik heb hier mijn hele tas met haar cadeautjes. Ik wilde alleen eigenlijk nog iets voor Bolly en Lilo. En ik kon niks leuks vinden. Dus ik dacht, dat haal ik in Den Bosch. Dat is dus niet meer gelukt. Maar maakt niet uit, ik heb genoeg. Lotje belde me dat ik wel iets voor haar kan doen. Dus ik heb al, jee, ze zegt je kan hondenbroeken voor me halen. Die zijn super zwaar. Dus top, want ik ben natuurlijk helemaal into het tillen van zware spullen op het moment. Dus dat vind ik heel erg leuk dat ik dat voor haar kan doen. Zij houdt er niet heel erg van om mensen om hulp te vragen. En ze weet dat ik haar graag wil helpen, dus dat vind ik leuk. En even kijken, ik ben er nu om 34, maar dan moet ik nog naar die winkel. Oh, die ga ik meteen even invoeren. En ik wilde dus bij de... Oh, ze zegt je bent de beste, schattig. Bij de Shell wilde ik dus stoppen, waar ze dus een Starbucks hebben en dus de Shell. En ik vind de broodjes daar dus altijd het lekkerst. 32 minuten. Oh, dus een andere Google Maps, die vind ik irritant. Maar goed, daar reed ik voorbij, dus toen was ik bij Moments & More. Die vind ik altijd net wat minder lekker, terwijl het zou... Wow, ik ben wazig. En oranje. Het zou juist lekkerder moeten zijn volgens mij, omdat het echt zo'n keten is. Maar ik vind de broodjes van de Shell altijd gewoon geweldig, broodjes van. Deze zijn wel echt mega groot. En ik vroeg om komkommer in plaats van ui. Dus broodjes tellen, want ik heb alleen maar een eierkoek op. En matcha kan dus ook niet, want dat hebben ze alleen bij de Starbucks. Ik had vanochtend gewoon geen zin om het te maken. Toen dacht ik, boeien, ik koop het wel gewoon. Maar ja, dat is een gefaalde missie. En een cappuccino havermelk uit de machine voor 3,85. Hoe duur?
Dit broodje was 8 euro. Echt zo duur. Maar ik vind het altijd wel leuk. Dit soort dagen boeiend. Gisteren ook, parkeerkost 16,50. Ja, maar je hebt wel een leuke dag. Dus ja, prima. En dit brood is gewoon niet boeiend. Gewoon, dus je denkt, is het überhaupt al afgebakken? Dat vind ik gewoon jammer. Nou, ik ben kritisch, hè? De broodjes van de Shell zijn gewoon mega lekker brood ook. Het is gelukt er, jongens. Ik ben helemaal blij dat ik een zak van 12 kilo mag halen. Ja, ik vind het dan dus heel leuk dat ik een taak krijg om te doen. Ik hou daarvan. Ik wilde altijd iets kopen, maar ik zag niks leuks. Toen dacht ik, nou, dan koop ik maar een roze varkentje. Het is er één. Moet ze maar delen of zo. Het is roze. En nog 2 snackstokjes bij de kassa. Oké. Okay. Ziek duur dat voer, zeg. Ik heb dit ook nog gekocht. Dit vond ik gewoon hilarisch. Voor als ze alle luiers zat is en de frustratie wil afreageren met een soort grappig stretch ding. Oké, okay, nu ga ik. Yes. Maar mag ik jou nu filmen? Want je ziet haar hoofdje niet. Ik dacht eerst ik ga niks filmen, maar ja, het is toch wel leuk. Nee, tuurlijk. Ah. Jullie zijn best brutaal. Ja, dit is echt voor honden of niet? Eén dingetje maar. Echt niet, dat kunnen jullie niet ruiken. Stout. Ja, als ik hoor niet. Piepje. Maar jullie moeten het delen. Ah, die is echt best cute. Nou, ik zocht gewoon iets roze. Ik kon niks vinden de hele tijd. Kijk. Oh, zijn neus is meteen kapot. Oké. Okay. Die had ik aan het kaartje getrokken. Oh. Ik ga maar eens beven. Nee, dat is niet voor jullie. Ze zeggen dus dat baby's kunnen zwemmen, hè? Als soort reddings. Ja. Als je ze nu in het water zou gooien. Als je Bobby nu in het water zou gooien, dat ze dan in principe zichzelf zou kunnen. Wow. Maar niet lang. Volgens mij wel maar eventjes. Ah. Maar we gaan die uitproberen. Nee, hoeft niet. Nee. Kom. Van Villa. Nee, van. Ah, dit is echt ken je dat? Ja. Maar dit is zo'n kaleidoscoop. Ja, dat ken ik nog. En dan met de camera. Ik dacht, ja, hoe toepasselijk. Heel cute, zeg. Net 3 uur bij Lot geweest. Echt superleuk. En ik ben even bij haar favoriete ijssalon. Ik zei, moet ik wat voor je deur afgeven? Maar dat hoeft ze niet. Maar ik heb dus 80% chocolade. De smaak heet chocolade fondant. Het is zo lekker. Het is echt het beste chocolade sorbet ijs dat ik ooit heb geproefd. Er zit dus geen lactose in. Dus ik ben even als aandenken aan Lot. Heb ik een haring gegeten waar wij toen haring gingen eten. Ik. En een ijsje waar wij ijsje gingen eten. Zo, even plassen bij de bubbels. En nu weer naar huis. En ik heb helemaal last van mijn buik. Door die haring. Vorige keer was die haring ook al vies. Ik heb trouwens dit tasje gekocht. Want ik dacht, leuk voor een vriendin die ook zwanger is. Maar er zat happy birthday op. Had ik niet gezien. En ik ben dus mijn bril kwijt. Mijn merkbril die ik met Nicole bij de TK Maxx heb gekocht. Die grote leuke ronde. Waar ik net nog een foto mee heb gemaakt. Zo balen. Ik heb nu maar weer deze gekocht. Waar ik er al 10.000 van heb die allemaal gekrast zijn. Maar... zo balen. Ik heb een heel leuk tasje van mijn MacBook gekocht. Bij de Sostrijn & Grenne. Of de... ja, Sostrijn & Grenne. Geweldig. 12,50. Ik hoop dat het de goede maat is. Hij is ook roze van binnen. Ik denk het wel. En voor mijn vader Bossebol. Maar ja, ik ben dus mijn mega dure bril kwijt. Zo balen. Ik heb hem echt niet. I do not have it. Echt balen. En mijn buik gaat echt zo. Dus dat wordt leuk op de wc later vanavond. Je ziet het trouwens niet, maar ik vind het dus heel leuk als je zo'n clip zomaar een beetje random op je hoofd hebt. Want van achter, ik weet niet of jullie het zien, maar van achter ziet het er wel echt heel leuk speels uit. Allemaal krulletjes en zo, leuk. I like. Zo, het is weer een paar uur later. Ik ben in mijn huis geweest, maar ik had geen zin om te vloggen. Oh, het is al 8:30. Geen zin in. Ik heb even wat dozen uitgepakt en zo. Om dingetjes verplaatst. Maar ik zie jullie morgen, want ik ga morgen lekker vloggen. Ik ben heel blij met het ding. Ik hoop dat hij past. En ik heb van mijn vader een bosbol van Jan de Groot gehaald. Dus daar gaat hij heel blij mee zijn. En ik ga nu lekker naar binnen. Ze hebben al gegeten. Ik ga het restje eten van maandag en gisteren. En dan nog een beetje werken, denk ik. En lekker naar bed. Ik heb 10.000 miljoen tomaten. Komkommer, een beetje feta, een beetje olijf en basilicum. En het lijkt alsof ik echt fantastische salade heb. Maar ik hou zo erg van tomaten. En ik eet dat hier eigenlijk nooit meer. Dus dit is echt gezond. En dan nog een klein beetje van die pasta. Lekker zeg. Wow, lekker. Ik deed geen ui erin, terwijl dat wel lekker is. Weet je die pasta kaas? Ja, geen zin om te warmen voor die paar stukjes.
Good morning. Ik heb lekker een beetje rustig aangedaan vanochtend. En ik dacht, er komen toch 3 hele drukke dagen aan. En nu is het, hoe laat is het? 11 uur al. En ik ga sporten. Hi, ik ben een beetje slow. Ik heb geen zin om te vloggen, merk ik. Maar ik moet toch even vloggen, anders missen jullie te veel. Ik ben nu aan het afstoffen onder mijn keuken. Ik heb nog geen stofzuiger, er staat er niets meer. En ik heb net allemaal doekjes gedaan, maar ik kom er niet helemaal bij. Dus dan maar het stof naar voren halen. Dan is het in ieder geval, ik vind het wel hygiënisch als ik die linten er weer opzet, dat dit allemaal een beetje weg is. Maar haal ik morgen mijn stofzuiger mee, want ik heb echt een stofzuiger nodig. En ik had dus al tip van mijn oude hulp gekregen dat deze Plumeau van de Praxis de allerbeste is. En ik probeer eigenlijk nu gewoon eventjes alles hier weg te krijgen. Het is nog van de vorige bewoners. Wat een stof, wat een stof, wat een stof. En ik heb echt al 10 van die wegwerpdoekjes gebruikt. En in principe zit het dicht, want die keuken is gewoon afgekit. Maar de gedachte dat je hier voor altijd viezigheid laat liggen, vind ik gewoon een beetje nasty. Goor zeg. Hier heb ik allemaal kabels, maar ook verpakkingen en zo. Kom ik hieronder? Dan heb ik ook echt een witte trui aan. Maaltijd Italiaanse lasagne. Kijk, dit is toch weer leuk dat ik dit even vlog. Maaltijd Thaise curry. Nou, wie had welke maaltijd? Vraag ik me dan af. Ja. Mijn schouder vliegt om uit te komen. Dat is nu dus net ook weer gebeurd. Dat is sinds 35. Ging ik een keer, maakte ik een keer de beweging. En sindsdien is mijn schouder dus defect. Oh, nog een maaltijd. Heel vervelend. Hoe kan het dat er allemaal in de maaltijd liggen? Oosterse nasi. Toevallig. En dit. Ja, ik heb hem zo weer vloggen, want ik weet hoe leuk jullie dit vinden, maar ik heb eigenlijk altijd zin, maar nu had ik even geen zin. Ik ben een beetje slow. Ik denk omdat ik weet dat ik nu dat er 3 hele drukke dagen aan gaan komen. En het eigenlijk de enige dag is zonder afspraken of zo. Nou, dat vind ik wel goed. Ik weet dus alleen niet hoe dit ding erop komt. Want dit is er ook nog. Ik wil niet alles doorhalen. Waar dit hoort. Als je er niet af hebt gehaald, dan weet je dat ook niet. Dus ik ga het er denk ik toch maar niet opzetten. Nee, ja. Dat is gewoon wel om te doen als je het niet weet. Dus helaas. Weer een missie die ik niet ga volbrengen. Ik merk dus dat de klusjes die ik nu moet doen, vind ik niet leuk. En daarom ben ik dus uitstel gewoon gaan vertonen. Want ja, eigenlijk ging ik net weer naar de winkels. Eigenlijk heb ik niks meer nodig van de winkels. Heb ik die schoenen al laten zien? Oh ja. Echt blij met mijn slippers. Ze zijn zo leuk. Dit zijn nu mijn binnenslippers. En ik heb hier... Ik heb dit kastje even tot gereedschapskastje gekroond. Helemaal leuk. Voor nu hoor. En ik heb dus boordjes besteld. Die zijn net bezorgd. En Heel neemt ook nog wat boordjes mee. Voel ik me helemaal profi. Action heeft ook hele goede, maar ik wou gewoon lekker Bosch. En dus die boor had ik volgens mij al laten zien. Ik kan niet wachten tot ik al die spullen lekker in de kastjes kan gaan doen. Kijk, indelen in kastjes vind ik heel leuk. Dat vind ik gewoon heerlijk. Ik heb nu trouwens een lekker theetje. En ik wil zelf niet meubels in elkaar zetten. Maar wat ik dus nu eigenlijk moet doen is stuklopers gaan neerleggen voor morgen. Omdat het gewoon anders misschien gaat beschadigen met alle meubels. En alle stopcontacten die zilveren plaatjes gaan draaien. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Dus dat is nu de status. Ik heb nergens zin in. Maar ik wil toch wat doen, want ik weet gewoon dat als al die meubels bezorgd worden, nou ja, meubels, dozen, dan kom ik hier niet meer aan toe. Dit is niet belangrijk om een kramer opzetten, maar kan ik een kramer opzetten? Ik weet het echt niet. Kan ik? Ik bedoel meer van, kan ik dat zonder te veel moeite? Ik weet dat dat heel makkelijk is, zomaar een kramer verwijderen en zo. En ik heb al buizen, dus... Hij is wel mooi, hè? Ik denk dat ik dit niet moet doen.
Ik denk dat het heel makkelijk is, maar als je het nog nooit hebt gedaan, misschien niet. Ik ben nu vandaag te snel om dit te doen. Ik weet niet hoe ik het moet. Dit ga ik niet doen. Nou, we zijn lekker bezig vandaag. Het is 3 uur en ik heb eigenlijk nog niks gedaan. Maar ja. Ik heb geen zin om niks te doen. Maar ik heb gewoon geen zin in de dingen die te doen zijn. De dingen die ik nu kan doen, daar heb ik geen zin in. Ik heb zin om andere dingen te doen. Maar je kan niet altijd kiezen wat je wil doen. Ik kan ook lamp gaan ophangen, maar dat weet ik ook niet hoe dat moet. Kan ik eigenlijk weinig, zeg? Qua dit kan ik eigenlijk heel weinig. Jullie zeggen allemaal van, oh wat kan je veel, maar sorry. Heel lief. Maar ik kan echt niet zoveel. Toen Lotte ging verhuizen, doen deze echt wel meer dan ik zelf. Het zijn echt moeilijke dingen doen. Kijk, wat ik dus wel kan, en wat totaal niet belangrijk is, is deze spiegel in elkaar leggen. Dat kan ik wel. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Kijk. Je hebt een spiegel. Een hele leuke. Oeh, die zit wel met je losje. Fragile. Fragile. En dan doe je dus de poot in de standaard. Dat is een grapje dat het moeilijk was, maar er zit geen schroef bij. Dus het is echt moeilijk. Ik heb geen schroef. Het was dus een grap dat het moeilijk is, maar het is dus echt. Nou, enig. Zelfs dit kan ik vandaag niet doen. Nou, leuk jongens. Heel leuk. Heel erg leuk. Kijk, ja, ik heb een vet goed sandymes en ik heb het heel voorzichtig gedaan. Maar hier was ik dus al bang voor. En heb ik dus geprobeerd die schroef vrij te snijden, dat dit er weer in past. En nu heb ik dus dikke schade. Dat vind ik dus niet zo leuk. Oh, niet normaal lekker. Oh, hallo jongens. Ik ben even opnieuw geweest naar mijn auto. Om die planken uit de kledingkast te tillen. Maar het is zo lastig, omdat je dus... Nou, het tilt al best wel onhandig. Dus de eerste keer nam ik 4 van die grote planken. En de tweede keer nam ik er 3. Maar je moet dan dus zo die planken tillen. Heel onhandig. En dan moet je dus de voordeur open doen van het gebouw. Dan de deur van de overloop op mijn verdieping. En dan je voordeur. Het is zo lastig. Het is echt te klooien ermee. En over 10 minuten ongeveer zijn Heel en mijn bonusdochter er. En dan kan tussen 11 en... Dan is het 11:30. En tussen 11 en 1 wordt IKEA bestelling geleverd. En ook nog een eettafelbank in de middag. Dus het wordt hier lekker vol en druk. En ik ben zo benieuwd hoe vol het gaat worden met die IKEA-dozen. Ik gooi steeds zoveel mogelijk weg, omdat ik weet dat er straks heel veel aankomt. Ik heb deze gisteren bij de Ethos gekocht, een W7 lip oil. En ik ben heel benieuwd of dit nou zo'n kleurtje aan je lippen geeft. Ik denk het wel. Oh, hij voelt wel lekker, want die... Essence lip oil, dat is zeg maar geen oil, dat is gewoon een gloss. Hij heet oil. Dit is wel een oil. Oh, lekker. Ik weet dus niet of hij ook een steen achterlaat op je lippen. Maar hij ruikt heerlijk, hij voelt heerlijk, hij was maar 3 euro. Gaat er wel snel af, denk ik. Ze komen bijna, dus ik ga niet nog een keer naar de auto, want het is echt... Met de verhuizing moet ik echt iets tussen de deuren doen. Want het is zo lastig al die deuren open houden. Ik ga nu nog even snel wat dingetjes opruimen en zo. Een beetje ruimte maken, want het wordt hier straks zo vol. Ik bedacht mij ineens, hey, die schroef zit hier gewoon in. Super dom, meteen ervan uitgaan dat het er niet bij geleverd is. Kijk. Dat zag ik ineens. Nou, komt het toch nog goed. Ik ben benieuwd of jullie dat al wisten. Niet eens een schroevendraaier nodig. Leuk spiegeltje.
Deze schroevendraaier is van de AC Tion. Prima dingetje. Zo, klaar. Gelukkig. Tadaa. Gefixt. De man met de bor. Ik voel me net een ramenwisser. Het is er. De deur staat dicht, maar ik zit in de boot. Shoot. Zit die dicht? Oeh. Oh, je dacht dat het opgesloten was. Hoe krijg je dat ooit? Iemand bellen. Oh, ik schrok echt. Oh, ik heb niet echt mooi geklapt. Het is al laat en de IKEA-bestellingen zijn er nog steeds niet. Dus ja, ik en mijn bonusopdracht hadden niet echt wat te doen. Het is al 2:30. Dus toen gingen wij maar even lekker naar buiten speeltuintjes zoeken. En hij is bezig met de badkamerkast. IKEA is er. Ze zetten alles maar op één plek. Dus alles zetten we in de slaapkamer. Want ze gaan er zo lomp mee om. Dat ik niet wil dat ze het hier zetten. Dus haal ik van alles zelf aan het herplaatsen. Weer een kas. Daar gaan we. Eigenlijk wil ik wel van. Ik hoop maar dat ik andere IKEA dingen wel voor 6 uur loop door. Het is eigenlijk voor 4 uur. Het is al 3:30. Zo, morgen vertel ik jullie wel wat we allemaal hebben gedaan. Want we gaan nu weg, want het zou 6 uur bij mijn ouders zijn. Het is al bijna 6:50. We moeten ook nog van alles weggooien. Maar mijn maatwerkblad van de IKEA is niet geleverd. En ik heb getekend dat ik het heb ontvangen, want ik heb het niet gecheckt. En er wordt een heel dossier aangemaakt en het wordt pas over 2 weken gecheckt. En het om echt heel erg balen. Echt niet leuk. Maar goed, verder allemaal leuk. Vertel ik morgen gewoon. Lekker weg. Zo, ja, ze rijden achter me aan. Het wastafelmeubel is deels gelukt, maar het moet nog op pootjes. Want hangen gaat niet. Want het achterschot moest er afgezaagd, maar eigenlijk is het heel lelijk. Maar nu kan het niet meer terug. Want het is er al afgezaagd. Maar de badkamer was dus heel chic. En doordat er nu een witte kast zit, die het ook nog eens 3 lades heeft, ziet het er echt heel ordinair uit. In combinatie met ook nog eens die spiegelkast van de Praxis. Die ook echt lelijk is. Want die is ook wit en goedkoop. En van binnen heeft hij geen glas, maar gewoon van dat nephout. En de badkamer was het mooiste onderdeel van het huis. En is nu eigenlijk heel erg goedkoop. Dus ik hoop dat ik die spiegelkast vanaf de zijkant kan verven. In een grijs tint. Zodat die spiegelkast niet zo lelijk is. Maar alsnog heb je dus ja, een mega wit. Ja, het zag er echt niet mooi uit. Dacht ik wel, oei, het is wel even balen. Want je hebt die ruimte nodig, dus je wilt 3 lades. Nou ja, dat is echt balen. Hij heeft 2 lampen in de gang opgehangen, super fijn. Die bank is binnen, die jullie net even snel zagen. Hij is echt prachtig. Ik denk dat hij niet te groot gaat zijn. Hij is echt super mooi. Keuken, snap ik niks van. Je hebt allemaal losse dozen met losse handleidingen. Maar hoe je keuken uiteindelijk een geheel wordt, daar is geen handleiding voor. Dus nou ja, en mijn blad is kwijt. En dat is dus de reden dat je het moet laten bezorgen voor 150 euro of zo. Of dat was 75. Misschien in totaal was ik nu 150 kwijt. Die bezorgers waren super chagrijnig en onaardig. Ze zeiden, je moet 2 keer tekenen. En ja, toen zag ik dus net in mijn mail dat ik heb getekend. Ook echt voor dat maatwerkblad. En dat maatwerkblad is er dus niet. Dus ik heb bijna natuurlijk dat ik opgelicht ben. Ze waren zo onaardig en chagrijnig namelijk. Ik voel me er best wel rot bij. Dat blad is dus de reden dat je zo lang moet wachten. En waar je zoveel geld voor betaalt. En wat je helemaal op maat laat ontwerpen. En het is er dus niet. Het is er echt niet. Ik heb al die dozen bekeken. Ik denk ook dat een maatwerkblad niet in een standaard bruine doos zit. Dus... toen zei ze, ja, kan je nu wel koken? Toen zei ik, ja, want dat eiland heeft niks met koken te maken. Toen zei ik daarbij, oh, als ik nee had gezegd, was het zeker snellere spoed. Ja, maar nu mag je geen nee meer zeggen. Ik zei, ja, ik heb het wel nodig voor mijn werk. Ja, nee, nu kan het helaas niet meer. Dus ik heb ook geen spoed. Gaan ze pas 30 maart erachteraan. Ik heb de bezorger teruggebeld. Ze zei alleen maar, bus is leeg, bus is leeg. Dus ik voel me hier heel rot bij, merk ik. Dus ik moet het nu even loslaten. Maar ja, mijn ouders gaan natuurlijk ook vragen hoe het was. En dan ga je het ook weer over hebben. En die gaan ook zeggen, jeetje, balen, dit en dat. Dus dat vind ik wel echt balen. En Heel heeft ook mijn deur gedaan, dus dat is allemaal fantastisch. Heel is echt super. Hij doet allemaal dingen in mijn keukenplint teruggeplaatst. Maar
Ja, en dan is ook mijn gietvloer trouwens heel erg beschadigd. Dat heb ik niet gefilmd. Er is zo'n stuk uit mijn vloer. Dus er gingen heel veel dingen mis. Yummy. Zalig. Ja, toen jij mij leerde kennen, toen... Hallo, het is 9:15 en ik ben weer in mijn huis. En ik denk weer, waarom ging ik niet iets langer slapen? Dan heb je uiteindelijk veel meer energie, maar ik wilde opstaan. Maar ik ben heel slow nu. Nou, voor het eerst mijn oude koffieapparaatje uit Muiden weer een keer gebruiken. Grappig. Ik heb helemaal schoongemaakt laatst. Ik had echt geen zin meer in matcha. Dus ik dacht, ik ga weer een keer voor koffie. Nou, ik ben benieuwd. Starbucks koffie is het? Oh, er zit natuurlijk geen water in. Ik gun mezelf nog even de tijd om lekker rustig wakker te worden met een koffietje. En ik moet nog eventjes mijn... Deze bank is wel top hoor. Ik moet nog even mijn Instagram filmpje maken van mijn vlog. Oh, hij is net te klein als de chillbank. Maar het is natuurlijk een eettafelbank. Wat vind je lekker? Dat is wel lekker hoor. Hij had voor mij nog net iets langer mogen zijn qua zitting. Je echt met kleermakers zit kan. Oh, hij is net wel een beetje ondiep. Kijk, dit kan niet. Ik hou van diepe banken. Dat is dan wel weer jammer. Ja. Oh, Smaakt wel wat in Zoetermeer wel op dat bankje. Dat weet ik niet zeker. Nee, ik kan net niet lekker zitten. Ik ga even mijn Insta-storytje maken. Niet story. Oh, die kopjes ruiken naar lang niet gebruikt. Ik bedoel, ik ga de ondertiteling verder afmaken voor mijn vlogstukje die ik op Instagram plaats. Oh, lekkere koffie wel hoor. Wel lekker om even een bankje te hebben weer. Papa nog langskwam. Hij is net weg. We hebben even samen allemaal karton weggegooid meteen. Hij heeft me geholpen met iets wat nog niet heel belangrijk is. Maar ik zei, hij wilde helpen met schroeven van die IKEA dingen. Maar ik zei, ja, ik heb geen idee wat ik doe. Dus dat is niet zo handig. Maar kijk, hij heeft al mijn kastdoosjes in elkaar gezet. Dat is niet moeilijk. Maar hij is er zo een uur mee bezig. Super veel werk. En ik ben ondertussen zover. En ik heb even mezelf getrakteerd op wat sushi. Ik ga eventjes lekker eten, want ik heb super veel honger. Ik heb hier wel eten, maar niet echt iets waar ik nu wat mee kan. Dus ik heb lekker een rol met garnaal en zalm. En 3 handrolls. En de vorige keer vond ik het heel slecht. Het hield heel erg tegen. En ik heb ook mijn sojasaus nu trouwens niet. Mijn eigen sojasaus. Kijk dan, het ziet er heerlijk uit. Nou, mocht je ook ooit een IKEA keuken in elkaar moeten zetten en denk je, ik heb al geen glas besteld. Dat glas is dus voor datgene waarvan je net dacht, waarom zijn de zijkanten van mijn lades open? Nou, omdat er dus nog glas tussen komt. Wat je niet weet, want dat heb je niet besteld. Maar dat heeft het vrouw van de keuken thuis wel voor je besteld. Nu zit mijn lade al in, maar ik ga het alsnog in proberen te zetten. Ik snap het gewoon niet. Dat het, zo, het kan niet de bedoeling zijn dat het zo moet. Er moet een handleiding zijn. Begin met je plint. Zo, begin met... En nu ben ik begonnen met die kast. Wat me logisch lijkt, dat je begint met het kadaster, noem je dat? Het skelet eigenlijk. Dat lijkt me logisch. Hoppa. Hoppa, kijk, dit zit. Nou, ik ga die laders maar gewoon eruit halen, want ik weet niet of ze er al in moeten.
Hier zit ik nu dus met zo'n kleine la, waarvan ik weet dat het zo'n bestekla wordt. Die in een andere la gaat, maar hoe? Hoe dit in een andere la moet? Ik zou het nog god niet weten. Echt niet. Geen idee. Nergens te vinden, de informatie. Zo onduidelijk. Ik vind het niet leuk. Op Insta zegt iedereen nu, waarom laat je het niet monteren? Maar ik wil het gewoon zelf doen. Maar ik weet niet. Wil je er ook proeven in mijn mond? Om ze te bewaren. 1, 2, 3. Dan moet ik allemaal zelf uitrekenen, want het boekje klopt helemaal niks van. Je moet helemaal zelf nadenken hoe jouw keuken is. Als je het volgens die boekjes doet, dan gaat het mis. Ik zeg altijd van, iedereen kan IKEA dingen in elkaar zetten, maar bij een keuken, en dan heb ik nog niet eens een wasbak of een vaatwasser. Dat is echt veel moeilijker. Hier heb je zoveel variaties, dus je moet helemaal zelf gaan uitmeten en bedenken wat jouw variatie dan is. Op zich wel leuk, maar wel echt veel lastiger. Ja? Ah nee, niet weer in het gootje. Nee. Nee. Dat is toch wel een blik. Ja. Oké. En dan nog de laatste lademeet. Ik neem aan dat die helemaal onderop komt. Maar ik weet het niet zeker. Oké, doei. Oké, zoals je ziet zitten bijna alle laders erin. De onderste moet je dus anders doen. Dus dat heb ik net pas ontdekt. Dus deze moet ik ook weer even opnieuw doen. Het valt mee hoeveel werk het is. Het is natuurlijk zonde van je tijd, maar ja, het is allemaal zo ontzettend onduidelijk. Oh ja, dan zou je denken dat je wel meer hebt kunnen doen als je om 9 uur 's ochtends begonnen bent, hè? Maar goed, dit is het, jongens. Ik heb heel veel op Instagram gedeeld. Ik ga nu lekker naar huis. Ik ben kapot. Een andere camera was dus batterij leeg of geheugenvol. Die dingen moeten nog aan de zijkant. Ik weet niet of de lades goed zijn. Ik zei het al op Insta, want het lijkt van dat je er is ruimte over. Maar als je dus kijkt, komt dit precies tot hier. Dus misschien hoort het. Want het lijkt me wel. En dit moet dus niet hier. Maar nu zie je een beetje hoe het zou worden als er dus straks een blad op ligt. Ja, ik hoop dat ik hem niet aan de grond hoef vast te maken met die houten dingen. Dat vind ik toch niet echt chill om in een gietvloer te boren. En dit overlap hoort niet, maar later komt daar dus wel een stukje overlap voor een barkruk. Maar straks kan ik wel beter gaan kijken hoeveel ruimte ik nou precies over heb voor mijn bank. Maar dat ga ik nu niet meer doen. Volgens mij had ik zelfs berekend dat hij nog dichter naar de keuken toe zou staan. Maar ik denk dat dat niet handig is. Je wil er ook met 2 mensen in principe kunnen staan. Dus ja, en hij is nog een beetje laag. Maar ik heb een stapeltje gemaakt, dat gaat weer weg. Papa en ik hadden heel veel weggegooid. De bank vind ik echt prachtig. Hij is wel nu al... Na 1 keer erop zitten zie je al dit. Dat is maar. Ik weet niet. Blij mee. Oké. Ik heb het ijskoud. Ik ga naar huis. Oh ja, jullie moesten natuurlijk de badkamer ook zien. Hebben jullie die hele erg schade eigenlijk al gezien? Nee, hè? Het is heel erg dat je denkt dat er tape op de grond zit. Dit is het. Echt zo groot. Maar ik ga het niet laten doen, want daar vind ik gewoon zonde van mijn geld. Het zit hier. Dit is dus de badkamer. Het is echt niet zo lelijk als ik gisteren zei, hoor. Ik vind gewoon, het was... Ja, het licht hangt er nu niet. Het was zo chic natuurlijk door die grijze tegels. En nu is het gewoon een heel groot blok. Maar het moet op pootjes, want we kunnen hem dus niet hangen. Want als je hem gaat hangen... ik zal nog even vertellen. Kijk, hierachter heeft H het weggezaagd, want anders past het niet. Dus het wordt al lastig om het dan op te hangen, want de achterwand is er niet. Dus dan moet het aan de zijkanten. Maar... Als je hem dus ophangt, hij had het me uitgelegd, dan moet je hem dus eerst hoog doen natuurlijk, hangen en dan zakt hij naar beneden. Waardoor hij nooit mooi zal aansluiten, dan zal het altijd zo blijven. Want eigenlijk hang je dus meestal eerst dit op waarschijnlijk en dan dit. Nou, dit gaan we niet helemaal eraf halen. Dus het moet op pootjes, zodat je het kan draaien en perfect er tegenaan kan zetten. Nou, verder is hij perfecto. 2 lades was mooier geweest, wist ik al, maar ik heb ruimte nodig, dus ik heb er 3. Het is gewoon even wennen, het is heel wit in vergelijking met de rest, dus... Ja, misschien ga ik het ooit laten rappen of zo. Ik weet het niet. Ik ga dit niet verven. Ik vind dit niet zo storend. Het is vooral heel wit hier. En dat was het denk ik wel. Ja. Hier liggen alle kledingkastdingen. Daar wil ik eigenlijk morgen mee beginnen. Ik hoop dat er genoeg ruimte is in deze kamer om dat te doen. En die lamp had haar opgehangen, maar die gaat naar de woonkamer. En ja, oké. Nou, de weekvlog is al bijna ten einde. Ik heb de achterkant.
Maar ik heb dus gezegd, ik heb twee printen niet. En ze heeft er maar één besteld. Fijn, hè? Oké, jongens, het is 7:30. Ik ga zo lekker een bad op. Mama zijn al in de badkamer geweest. Dat is ook lekker. Een badkamer is dat heel chill. We hebben lekker gegeten. En ik heb al mijn vlogbeelden geïmporteerd. Dus dan kan ik daar weer mee aan de slag. Want ik heb nog niets geëdit. Ik had toch vorige week gezegd dat ik het wilde doen per dag. Maar dat is nog niet gelukt. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik vind het heel leuk hoe leuker wordt gereageerd op de verhuisvlog. En hoeveel reacties er komen. Dus reageer vooral als je vorige keer ook hebt gereageerd. En als je vorige keer niet hebt gereageerd, reageer dan ook vooral. En als je niet weet wat je moet reageren, zeg dan... Hallo allemaal, welkom in mijn keuken. Weet iemand nog wat het is? Hallo allemaal, welkom in mijn keuken. Ik denk dat niemand weet wat het is. Nou, reageer gewoon met iets leuks. In mijn vorige vlog hebben heel veel mensen gewoon met emojis gereageerd. Dus dat vind ik heel lief, want dat helpt echt voor de views. Dus bedankt voor het kijken. Check ook mijn Instagram, want ik heb net weer een weekoverzicht met foto's geplaatst. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!